Dames en heren, jongens en meisjes, super leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video hier op mijn kanaal. En vandaag is het weer eventjes een ander soort video, jongens, want ik wil met jullie iets bespreken wat de laatste tijd toch wel veel ophef heeft gezorgd in mijn livestreams en in mijn video's. En dat heeft namelijk te maken met de Iconic skin. Maar voordat we dat gaan doen, jongens, ga ik jullie eerst eventjes vragen om het like goal van vandaag te halen. En het like goal van vandaag is 1029 likes. Dus laten we even proberen dat getal te halen. Zou super leuk zijn als we dat kunnen doen. Dus daar heb ik jou heel bij nodig. Dus smash even dat blauwe duimpje omhoog. Zou super nice zijn. En als je nou natuurlijk nog niet bent geabonneerd op mijn kanaal en dat belletje nog niet hebt aangezet, doe dat dan even. Dus mis natuurlijk geen enkele melding van mijn kanaal. En je bent natuurlijk gewoon als eerste op de hoogte van een nieuwe video waarbij jij misschien wel first kan zijn. Maar jongens, ik ga het vandaag hebben over de Iconic skin. Ja, er is nog best wel veel ophef geweest over een artikel die verschenen is op Twitter en op Instagram. Of een artikel, er is een verhaal van gemaakt. Er is namelijk een persoon geweest, ik ga eerst even het verhaal uitleggen, die een bericht heeft gestuurd naar Samsung op Twitter. En die had gevraagd hoe het dus daadwerkelijk zit met de Iconic skin in Fortnite. Voor de mensen die niet weten hoe ik aan de Iconic skin ben gekomen, ik heb het via een bedrijf gedaan die ook de Galaxy skin voor mij heeft gefixt. Ja, die mensen werken gewoon super legit. Ze loggen in op je account. In het geval van de Galaxy skin speelden ze 3 potjes op je account, logden weer uit en je had de Galaxy skin. En in dit geval loggen ze in op je account, gaan ze naar de itemshop, kopen ze de Iconic skin voor je en loggen ze weer uit op je account. Maar in het berichtje werd er gevraagd hoe en wat er dus ging gebeuren met de personen die niet legit aan de Iconic skin zijn gekomen. Waarop iemand van Samsung heeft gereageerd dat Epic Games dus die skin gaat verwijderen bij die mensen. Dus de skin letterlijk gaat weghalen van hun account. Er was toen ook een keer zo'n glitch dat iedereen die 100 skin of zo kreeg. En zoiets gaan ze dus denk ik ook gewoon doen bij de Iconic skin. Maar heel veel mensen hebben dus in mijn video gezegd en in mijn livestream gezegd toen ik aan het livestream was met de Iconic skin van Chesto. Jouw skin gaat weg want je bent er niet legit aan gekomen. Maar die persoon van Samsung heeft dus gezegd in het bericht naar die persoon dat accounts die niet toebehoren tot een Samsung Galaxy S10 de skin kwijtraken. Op de dag van vandaag heb ik nog de skin, dus ik weet niet of het daadwerkelijk bij mij ook gaat gebeuren. Maar mijn account is gekoppeld aan een Samsung Galaxy S10 telefoon. Waarom? Mijn account is namelijk ingelogd op een Samsung. Er zijn ook meerdere verschillende manieren om aan die skin te komen door bestanden te veranderen in de files. En als je dat doet, dan is het tussen aanhalingstekens strafbaar en kan de skin verwijderd worden. Dus we moeten dit sowieso nog even aankijken. Ik wil er sowieso eventjes hier een video over maken, omdat er echt zoveel, maar ook echt zoveel in de chat gespamd werd, dat jullie zeiden van Chester, je gaat de skin kwijtraken, bla 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 bla. Dus ik dacht, ik ga er gewoon eventjes een video over maken om te kijken of het daadwerkelijk gaat gebeuren, want ik weet het op dit moment niet, jongens. Wat ik weet is dat mijn account toebehoort aan een Samsung Galaxy S10 telefoon, want er is op mijn Samsung ingelogd op mijn account. Dus als het zo zou zijn dat het dus toebehoort aan een account, is mijn account safe. Het zou natuurlijk super nice zijn als ik hem niet kwijt zou raken. Ja, raak ik hem wel kwijt, is het heel erg jammer. Het was gewoon een heel vaag iets dat opeens op Twitter gewoon pop-opte. Dat mensen, Samsung gingen DM over hoe het zat. Want opeens hebben best wel veel mensen de Iconic skin. Dat is natuurlijk wel zo. Dat is waar, dat kan. Het zijn misschien meer mensen dan natuurlijk met de Note 9. Maar laten we eventjes reëel zijn, jongens. Als je kijkt naar een Samsung Note 9 of een Samsung S10. Zijn er heel veel mensen die meer een S10 kopen. Want niemand gebruikt echt een Note. De Note is meer voor de, denk wat oudere mensen. En de Samsung S10 is net zoals een iPhone X bijvoorbeeld. Die gewoon ook onder de jongeren wat meer is. En helemaal als je Fortnite speelt en een nieuwe telefoon nodig hebt. En je er geld voor hebt. Zou je dat gewoon kunnen doen puur voor de skin. I mean, als ik het zou doen. Nu ben ik niet per se een Samsung liefhebber. Sorry voor de mensen van Samsung. Ik ben meer een Apple liefhebber. Dan zou ik het nog wel kunnen begrijpen, weet je. Want er was laatst natuurlijk ook laatst zo'n hoogstens aanleidingstekens dat Apple samen met Fortnite ging werken. Omdat Ninja, Tim the Tatman en Dr. Looper, et cetera, op dezelfde dag als Apple iets gingen lanceren. Nou, dat is dus iets heel anders geweest. Waar mensen dus ook echt dachten van, oh, Apple komt met een Fortnite skin. Maar dat gaat sowieso niet gebeuren. Want ik denk dat punt A, Samsung de rechten nu heeft van Fortnite. En Apple daar niet zo snel doorheen kan komen om daar een skin van door te brengen. Maar om even terug te komen op het feit van de Iconic skin natuurlijk. Daar moeten we gewoon op wachten, jongens. Ik heb op dit moment, op het moment van dat ik deze video maak, dat is zaterdag. Dus jullie zien deze video op dezelfde dag. Ik ben gisteren eventjes een leuke avondje uit geweest met de boys natuurlijk. Heb ik de skin nog? Ik heb hem op dit moment nog aan mijn account staan. Ik kan op dit moment nog mee spelen. En als het dus zo zijn dat het account aan een Samsung account moet zijn gebonden, dan ben ik denk ik veilig. Want het is op een legit manier geweest. Want je ziet ook heel veel mensen inderdaad die niet legit aan skins komen. Daar ben ik heel erg op tegen. Want ja, dat is gewoon niet chill. Je hebt mensen die accounts hacken, et cetera. Je hebt mensen die accounts doorverkopen. Die troep doen we allemaal niet aan, jongens. Want ik heb hem ook echt op mijn eigen account staan. En sowieso zou ik het zelf al nooit accepteren dat als bijvoorbeeld de gamertag anders is en het van heel iemand anders is. Tenzij diegene zijn account heeft verkocht. Maar überhaupt,
ik speel sowieso al bijna nooit op iemand anders account, tenzij toen ooit een video voor de Galaxy Skin was. Dus sowieso ben ik op die dingen heel erg tegen, maar ik kan het wel heel erg goed begrijpen dat Epic Games bijvoorbeeld, als mensen bestanden verwijderen of bestanden veranderen waardoor ze aan de skin komen, dat ze die skins eruit gooien, kan ik begrijpen. Ik kan het deels ook begrijpen voor mensen zoals ik, want luister, laten we heel eerlijk zijn, we zijn eigenlijk Samsung heel erg te slim af door niet 1000 euro te betalen voor een telefoon. Dus aan de ene kant, als ik hem kwijt zou raken, is het heel erg jammer. Hoort er natuurlijk allemaal bij, want ja, ik heb geen Samsung S10 gekocht. Wie weet gaan we het ooit doen, you never know, hè? Nee, maar laten we gewoon heel eerlijk zijn, jongens. Het is te begrijpen natuurlijk, maar goed. Ja, we moeten het gewoon aankijken. Zolang ik hem heb, blijf ik er lekker mee spelen, want het is op dit moment toch wel weer een heel erg rare skin. En ja, de Galaxy skin blijft in mij op zich toch wel wat mooier. Ik bedoel, die valt meer op. En ja, het is nu puur gewoon weer hier zo dat er ook een leuk dansje bij zit. Maar wat ik wel had verwacht, is dat ze daar inderdaad een pickaxe of een glider bij zouden doen. Dat verbaast mij. Misschien dat het ooit nog komt. Dat was natuurlijk wat ik zei met de Galaxy skin ook een tijdje langer. Maar het is gewoon de vraag, jongens. Het is gewoon de vraag. Gaan we hem kwijtraken? Ik durf het niet te zeggen, jongens. Laat mij in de comments weten. Wat denken jullie als mijn account is ingelogd op mijn Samsung S10 en hij is geclaimd op mijn S10? Ga ik dan mijn account kwijt? Of ga ik dan mijn skin kwijtraken? Ja of de nee? Laat verder ook even weten in de comments. Dan ben ik heel erg benieuwd naar of jij ook de Iconic skin hebt. Want ik ben heel erg benieuwd hoeveel mensen die mijn video nu kijken de Iconic skin hebben. Dus laat het even in de comments weten, jongens. Ik ga gewoon de comments lezen. Dan kunnen we gewoon al zien met elkaar hoe in Fortnite Nederland, zeg maar, hoeveel mensen daar al de Iconic skin van hebben. Want ik ken redelijk zelf al wat mensen. Ik ken Dylan natuurlijk. Alex heeft hem. Even kijken, wie heeft hem nog meer? Ja, dat is een goeie, dat weet ik dus niet. Ik weet niet wie hem nog meer heeft. Dus ja, ik ken in ieder geval Dylan en Alex, waarvan ik dus weet dat zij hem hebben. Nou, dan ik dus, dat zijn dan nummer 3. En ik weet dat er sowieso nog heel veel van jullie kijkers zijn die deze skin ook hebben. Dus ik ben gewoon heel erg benieuwd ernaar. Maar laat dan ook weten of je hem via een S10 hebt gekregen, de ja of de nee. Want stel het is wel zo dat we hem allemaal kwijtraken, dan zijn we hem waarschijnlijk allemaal kwijt en is het niet een paar personen. Of het is wel zojuist een paar personen die dan bestand hebben veranderd. Dus daar moeten we nog heel erg naar gaan kijken. Maar op dit moment heb ik nog steeds de Iconic skin. En ik hoop ook nog steeds dat ik hem gewoon blijf houden, jongens. Dus ja, ik hoop dat jullie hem ook blijven houden. Nogmaals, ik kan even vertellen. Wil je nou deze merchandise kopen? Dat kan. Check dan even de link in de beschrijving. Want de roze truien zijn weer terug. De roze truien waren eventjes een tijdje uitverkocht. Maar boys, ze zijn weer terug. Mooi logotje. Kijk eens. Heel mooi logotje. Kijk even kijken. Kijk even inzoomen. Kijk eens. Oh, wat een lekker logotje. En wat een lekker ingezoomd hoofd, jongens. Maar je kan hem dus kopen als je dat wil. Link staat in de beschrijving. Verder wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Het was even een ander soort video dan normaal natuurlijk. Maar ik wilde hier wel gewoon eventjes op inhaken. Want ik dacht van, er was heel veel onduidelijkheid over. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze video, jongens. Smash even die blauwe duimpje omhoog. Support je mij natuurlijk enorm. Hoop ik jullie morgen om 6:30 weer bij een gloednieuwe Fortnite video te gaan zien op mijn kanaal. Dus vergeet niet te abonneren. Vergeet niet te volgen op Instagram. En vergeet niet even dat blauwe duimpje omhoog te doen. Jongens, super bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei doei!